goedkeuring van de wet overeenkomst in zaken handel en economische samenwerking tussen Suriname en Turkije zal volgens minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme meerdere positieve gevolgen hebben voor Suriname. Dit benadrukte de bewindsman vandaag tijdens de behandeling van deze wet in het parlement. Welzijn ging breedvoerig in op vragen die gesteld zijn door diverse parlementariërs. Volgens hem zullen Suriname en Turkije op verschillende gebieden, waaronder energie, landbouw en onderwijs, samenwerken. De bewindsman meent dat Suriname vooral op het gebied van diplomatieke trainingen voordelen zal hebben. Ik kan u, geacht college, ook mededelen dat Turkije onlangs wederom de mogelijkheid heeft geboden aan Surinaamse functionarissen om aan het begin van het volgend jaar te participeren in een educational program aan de Turkse Diplomatenacademie. Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken zal het verzoek worden gedaan aan de Turkse autoriteiten om de mogelijkheid te bekijken Turkse experts beschikbaar te stellen om in Suriname soortgelijke educational programs te verzorgen, zodat er in één keer meerdere functionarissen getraind kunnen worden. Welzijn zegt dat er ook op het gebied van personenverkeer tussen Suriname en Turkije veranderingen zullen optreden. Met betrekking tot het personenverkeer kan worden opgemerkt dat in opdracht van het kabinet van de president er enige mate van versoepeling heeft plaatsgevonden in het reizen naar Suriname voor Turkse staatsburgers. De toeristenkaart voor toeristische doeleinden is geïntroduceerd met als doel het toerisme te bevorderen. De minister van Handel, Industrie en Toerisme heeft een taskforce ingesteld die moet werken aan het ontwikkelen van een masterplan voor de toerismesector. Gewacht wordt op het eindrapport van deze taskforce om verder beleid te ontwikkelen. Het masterplan, meneer de voorzitter, zal op 30 november aan de samenleving worden aangeboden. Tot zover Ferdinand Welzijn, minister van Handel, Industrie en Toerisme. Hij benadrukte vandaag in het parlement dat een samenwerking met Turkije meerdere voordelen zal hebben voor Suriname.